als gevolg fysiologisch gezien in je lijf ken jij een prominente plek toe aan de mitochondriën. Ja. Ja. Kun je uitleggen wat die doen, wat dat zijn en wat het verband is met het ontwikkelen van kanker? Ja, ik heb net al uitgelegd van dat de celkern en het DNA, daar, wat in die celkern ligt, heel cruciaal. De tumorsuppressogenen en oncogenen, dat zijn de twee belangrijkste genen die daar een rol in spelen. En daar heeft eigenlijk alle onderzoek van de laatste 40, 50, 60 jaar zich op geconcentreerd. En dat geld wat jij noemde, met name in Amerika, maar in Nederland doet dat natuurlijk ook op kleinere schaal, omdat we natuurlijk een kleiner land zijn, maar doet daar net zo goed aan mee. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan en we hebben ontzettend veel ontdekt. We weten tot op moleculair niveau wat er gebeurt. En bij sommige vormen van kanker zijn er ook doorbraken gekomen. Bij een bepaalde vorm van leukemie hebben we ontdekt dat er één bepaald molecuul, zeg maar, dat niet aanwezig was of onvoldoende aanwezig was. Daar hebben we medicijn tegen ontwikkeld en dat werkt fantastisch. Alleen de meeste, ja, niet de meeste, bijna alle vormen van kanker zijn heel ingewikkeld. Daar zijn heel veel mutaties opgetreden. En ja, één medicijn pakt dan één mutatie aan. Een van die moderne medicijnen. Maar al die anderen weer niet. En dan heeft een kankercel ook nog eens de eigenschap dat de mutaties ook weer verder muteren. Dus het muteert als het ware gewoon om het geneesmiddel heen. En wat heet dan? Ja, ik heb medicijnen gekregen en die hielpen. Ik ben in remissie geraakt. Maar het is weer teruggekomen en die oude medicijnen werken niet meer. Het is bijna ook als met bacteriën. Nou, we weten inmiddels dat er een stap voor is. En een cel waar wij allemaal uit bestaan, miljarden cellen, die hebben allemaal een celkern en met celvocht. En binnen dat celvocht drijven er, ja, wat je zou kunnen noemen, de organen van de cel. Een celorganelle heet dat. En een heel belangrijke is mitochondrium. En dat, ja, zou jou als ex-prof wielrenner moeten aanspreken. Die mitochondriën zijn de energiecentrales van ons lichaam. En of jij een goede of een minder goede wielrenner wordt, heeft natuurlijk heel veel te maken ook met je lichaamsbouw. En je bent klein, relatief klein, dus jij kunt goed de berg op. Ik ben wat langer, dat gaat bij mij van nature wat langzamer. Maar hoeveel energie je op die trappers kunt geven, hangt af eigenlijk van twee dingen. Dat is je longinhoud. Nou, die is bij jou relatief groot ten opzichte van je lichaam, anders was je niet zo goed geweest. Ja. Het tweede is dat je veel mitochondriën hebt. Want die mitochondriën, dat zijn de centrales in je lichaam die onze voedingsmiddelen verbranden. En dat is niet letterlijk verbranden, dat staat niet in de fik, zeg maar. Maar dat is wel de reactie met zuurstof. En verbranden is in wezen de reactie met zuurstof. En die mitochondriën, die zetten de voedingsstoffen, dat zijn ketonen, vetzuren, met name glucose, zetten ze om in energie. Nu heeft een hooggeleerde heer, daar heeft hij ooit een Nobelprijs voor gekregen, Otto Warburg, een Duitser, heeft ontdekt dat bij alle kankercellen zijn die mitochondriën beschadigd. En daar is dan later van ontdekt dat die mitochondriën, die kunnen voeding niet meer verbranden. Die kunnen die reactie met zuurstof niet meer doen. Maar die cellen hebben nog wel energie nodig. Kankercellen hebben zelfs ontzettend veel energie nodig, want ze moeten delen en groeien enzovoort. En dat doen ze door te fermenteren. En fermenteren gebeurt gewoon in het celvocht, buiten die mitochondriën om. En dat fermenteren kun je alleen doen met glucose. Dus vetzuren en ketonen kun je niet fermenteren. Dus die zijn waardeloos geworden voor die kankercellen. Dus die moeten glucose gaan fermenteren. En dat lukt, maar er zijn twee dingen. Ze hebben daar natuurlijk heel veel glucose voor nodig, want ze kunnen die anderen niet meer verbrand worden, nog gefermenteerd. En dat fermenteren levert per molecuul glucose maar 1/16 op van het verbranden. Dus voor dezelfde hoeveelheid energie heeft om glucose te halen, heb je al 16 keer zoveel glucose nodig. En je kunt ook nog die andere voedingsstoffen niet meer gebruiken. Dus een kankercel heeft gigantische hoeveelheden suiker nodig. Suiker
en zetmeel uit brood, pasta enzovoort.